zou willen meegeven aan een nieuwe collega? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je dicht bij jezelf blijft. Dat je authentiek blijft. Want de patiënt voelt als je gemaakt bent of als je haast hebt of als je niet geïnteresseerd bent. En als je oprechte interesse toont vanuit jezelf en vanuit je hart, ja, dan lever je denk ik goede palliatieve zorg. Wat heel belangrijk is binnen de palliatieve zorg is dat je goed uitleg geeft aan de, zowel de patiënt als de familie, wat houdt het nou precies in? Wat komt er allemaal bij kijken? En dat elke patiënt ook anders is. Dus je kan wel zeggen, er is een protocol of een richtlijn, maar je moet ook heel erg kijken naar wat wil die patiënt nou? Of wat heeft die nodig? Als een nieuwe collega komt, nou eigenlijk open blik en je hoofd leeg en je hart open. En volgens mij komt van daaruit, daar begint alles. De tijd. Tijd is je vriend. Gebruik de tijd, neem de tijd. En het geldt in zijn breedste zin van het woord eigenlijk, tijd. Nou, ik denk dat ze zeker, als ze hun verhaal kwijt kunnen, ik denk dat het heel belangrijk is. Het levensverhaal, dat is heel belangrijk, denk ik. Ik heb ook in hospice gewerkt als vrijwilliger. Er was een man met ontzettend veel pijn en de pijnverlichting kwam behoorlijk goed op gang, maar hij merkte dat naarmate de pijnverlichting meer noodzakelijk was, dat hij suffer werd en dat hij wat minder goed zijn handen kon gebruiken. En hij was ook pianist. Pianist zijn, dat vond hij echt van cruciaal belang. En hij had zoiets van, ja, geef maar iets van de pijn terug, waardoor ik wel mijn vingers weer gewoon kan gebruiken. En daar moet je af en toe dus een beetje een balans in zien te vinden. Misschien kun je wel als zorgverlener wel denken van, nou ja, mijn primaire doelstelling is die pijn eronder te krijgen. Ja, voor hetzelfde geld gaat het ten koste van andere kwaliteiten die iemand heeft. En daar kan een patiënt dus keuzes in maken die misschien best wel eens verrassend te noemen zijn. En een van de mogelijkheden om daar vorm aan te geven is het opvangen van signalen die mensen uitzenden. Want het wordt ook wat trage vragen genoemd, maar mensen weten soms eigenlijk ook niet wat daar op dat niveau speelt. Dus opvangen van signalen en het kunnen verkennen. En dat kan middels open vragen. Stel open vragen. Ik heb gemerkt dat het multidimensionele, dus het lichamelijke, het sociale, het psychische en het spirituele, dat gewoon eigenlijk altijd bij elkaar hoort. En dat vind ik heel bijzonder, omdat je als je soms aan het sociale heel erg aandacht besteedt en je merkt dat daar de pijn zit en je daarop kan inzetten, merk je soms dat de lichamelijke pijn daadwerkelijk gewoon verlicht kan worden. Ja, wanneer ga je doorverwijzen? Wanneer ga je kijken van, goh, is dit nog wel mijn terrein? Of moet ik hier een andere discipline voor bijhalen? En soms ook niet. Soms is dat ook niet nodig. Dat je inspeelt op hun eigen wensen en behoeften. En soms kan dat ook iets heel anders zijn dat niks met verzorgen te maken heeft. Maar dat kan het bijvoorbeeld zijn dat je nog een moment creëert met familie waarin ze bij elkaar zijn en met elkaar kunnen eten. Maar eigenlijk alles om het welzijn gewoon te vergroten, zeg maar, van mensen. Ja. Soms hoef ik niks te doen, alleen maar te luisteren, mensen te laten vertellen, de juiste vragen stellen. En dan denk ik heb helemaal niets gedaan. En dan vraag ik aan het eind van het gesprek, goh, wat vond u er nou van? Heeft u er wat aan gehad? En dan zeggen mensen, nou, dat was zo fijn, ik heb een keer helemaal mijn verhaal kunnen vertellen. Ja, de surprise question is eigenlijk een vraag die je jezelf afstelt van, verwacht ik dat deze patiënt binnen een jaar komt te overlijden? Dat is een beetje een poging om te begrijpen van, waar zit iemand in zijn ziekteproces? En dan moet je een beetje verschil maken tussen terminale palliatie, dat snappen we, dat gaat van vaak over de laatste, nou neem het ruim 3 maanden. Maar het interessante is, omdat het palliatieve traject is soms veel langer. En dat willen we eigenlijk zo lang mogelijk in kaart hebben. En dat je dan op een gegeven moment in gesprek gaat met een cliënt van, wat als er niks meer voor u gedaan kan worden. En dat mensen daar dan over na gaan denken. En dat ze dan zoiets hebben van, nou zeg je zo eens iets. Hè? Wat ga ik dan doen? Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. En dat je dan dat gesprek met die cliënt verder kan doen, zeg maar. Ja, met name als het gaat om praten over het levenseinde, een manier om jezelf te trainen, is het door het in eigen kring eerst zelf te proberen. Dus praat met je vrouw of met je man of met je familie of met je kinderen of met je vader en moeder. Praat eens over al die vragen die je patiënten en naasten zou willen stellen en val pas daarna de patiënt of de cliënt ermee lastig. Luisteren en vooral heel lief zijn voor de mensen, voor de familie, begeleiden naar het einde toe.
Maar een luisterend oor en geduld, dat zijn wel hele belangrijke dingen voor mijzelf.